Deze vlog bevat weer commentaarstem met commentaar op de foto's en de filmpjes bij deze vlog. Heb je de vorige vlogs nog niet gezien? Zou ik zeker even doen, want anders ga je misschien dit niet goed begrijpen. Dus check die zeker, linkjes staan in de beschrijving. In de avond gingen ik en mijn ouders voornamelijk een stukje wandelen en toen kwamen we hele mooie hotels tegen zoals deze. En ook hele mooie uitzichten op vuurrode luchten. En we kwamen ook zelfs een kleine kermis tegen ofzo. Dat was een deel van Makratemar. En ze hadden dit soort rare botsauto's. Ja, het waren echt rare botsauto's. En voor de rest zijn we voornamelijk langs andere hotels geweest. En heerlijke milkshakes gedronken. Buiten Santa Susan. En genoten van het hele mooie uitzicht in de late avonden. Voor de rest hebben ze hier ook typische Nederlandse dingen, zoals een Aldi. Ja, dat is heel logisch. En een Lidl. Hele mooie soorten wolken, want ja, de lucht verandert altijd. En nogmaals, het uitzicht hier op de berg achter ons hotel. We waren een stukje daar naartoe gelopen, alleen het blijkt heel ver te gaan. En dat wouden we natuurlijk niet gaan lopen, dus we hebben met een toeristisch treintje de omgeving verkend.
And now it's just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it.